Goedemorgen, lieve mensen. Dit is Lumeria met een positief bericht op 24 december. Ach, het is zondag. We hebben gewoon een extra kerstdag. Hoe leuk is dat? Gewoon zo'n dag waarop je weet dat 25 en 26 december, dan moet je missen van alles. En die 24ste, dan verwacht niemand wat van je, want iedereen was dan bezig om van alles te doen en te kopen en de laatste dingen. Maar dit is een zondag. Dan hoor je niet meer in de winkels te zijn. Dan ga je gewoon lekker relaxed niks doen. Misschien een leuke film kijken. Of een documentaire. Of gewoon heerlijk naar muziek luisteren. Ik denk dat wij dat gaan doen. Lekker naar muziek luisteren. Dat boek erbij. En dan s'avonds gaan Peter en ik, zoals we altijd doen, A Christmas Carol kijken met Patrick Stewart. Ja, Jean-Luc Picard. Hè? Het is leuk dat Patrick Stewart daarin speelt. En dat hij daar een oude man in speelt. Maar het blijft Jean-Luc Picard van de Enterprise, van de Star Trek. Ja, die mocht ook eventjes terug in het verleden. Heeft hij gewoon op dat holodeck gedaan. Fantastisch, hè? Blijft een prachtig verhaal, Scrooge. Dus dat gaan wij s'avonds heerlijk bekijken. Dan nemen we een wijntje erbij. Ja. Of chocolademelk. In elk geval, als je dan door de week die kerstavond hebt, dan ben je de hele dag nog druk geweest met van alles en nog wat. En dan ga je, nu ben je de hele dag al rustig geweest. Misschien gaan we hem 's middags wel kijken. Wie weet, het is het leukste om in de avond en de kaarsjes en de kerstboom aan. Heerlijk. Een gluurwijntje erbij. Nou, dat weet je wel. Gewoon dat gezellig. Nou, en als je dan heel druk hebt gehad, en het is, heb ik de afgelopen jaren wel gehad, heel druk. En al die pakjes nog de deur uit, en nog een beetje het huis schoon, en nog voorbereiden voor het lekkere eten, ook al zijn we gewoon met z'n tweeën of met onze mooie gezin. En als je dan s'avonds gaat zitten, uitgeput in je stoel, met een kopje koffie of een kopje thee, en een bonbon. En dan die film aanzet. We kennen het van voor de dag. Alle zinnen kennen. Alles weten. Fantastisch. Eén keer in het jaar. Dus, dat gaan we doen. Op kerstavond. Nadat we de hele dag al rustig aan hebben gedaan. Wow, wat zal ik een rust hebben volgende week. Ja, jullie weten ook wel dat ik dat niet volhoud, hè? Dus er zal echt wel wat nog moeten gebeuren. Ja. Nee, dat moet niet. Maar mijn zoon zou wel zeggen: Mam, je bent gewoon zo ADHD. Dat kan je niet 4 dagen rustig aan. Goed, we hebben deze kaart. De engeltjes. Rust en vrede is wat de engel je brengt. Die moet ik dus vragen. De klanken die je oren strelen, zullen je de boodschap geven. Nu is het de tijd om samen zijn en rust te nemen. De volle kracht van energie nu in je op te nemen. Goh, als ik even zat ben van rustig aan doen, dan weet ik wel wat ik ga doen. Ik ga een compleet nieuw engelenkaartenset maken. Dat staat op het programma, maar misschien kan ik dat wel met de kerst doen. Ik heb ook wel eens mijn boekhouding gedaan met de kerst. Maar dat is ook allemaal op orde. Misschien ga ik wel een kaartenset maken. Ook wel leuk. Misschien hebben jullie nog ideeën. Laat maar weten. Ik wens jullie een fantastische kerstavond. Ga Scrooge kijken, op welke manier dan ook. Ga iets leuks doen. Ga ontspannen. En ga genieten van deze magische tijd. Dag lieve mensen.